gewoon maar even met z'n tweeën gaan boksen of zo, weet ik wat. Iets om even die, dat je zegt, als je zegt dus ik zit vol kracht, dat je dat dan ook echt zo ervaart. Ik zit vol kracht. Ja. Da! En jij bent echt recht. Dus we gaan nu eigenlijk alle scènes langs. Straks gaan we alle scènes zetten in de mise-en-scène. En dat is het raamwerk wat wij zaterdag afleveren. Dat je dan meteen kan zeggen, je bent zo lelijk dat je ervan schrikt. Ja. Doe eerst maar eens gewoon even de tekst. We willen even de tekst horen. Iedereen wordt ooit moe. U ook. Of naar het toneel, of naar de hemel, of naar de riool, boeit mij het. Even goed op tekstcoaching, dat ze de tekst een keer doen. Dat ze weten wat ze aan het zeggen zijn. Geeft u mij de blauwe hemel, een handvol aarde, zachte vrouwenarmen en de vrijheid om te gaan en te staan waar ik wil. Misschien dat het niet zozeer gaat om het seks, maar meer om de inspiratie, om de energie. En die, dat u dan later weer op zijn typemachine kan verwerken. Ja. Nu begint een nieuw leven, mama. Ik wil werken totdat mijn spieren knappen. Ja. Ik wil wel horen dat je begrijpt wat je zegt. Dat het de moeilijkste is dat we zo weinig tijd hebben, maar dat het ook wel gelijk een voordeel is. Want dan heb je geen tijd om... Je hebt echt geen tijd om te stressen, want je moet gewoon dingen doen. We hebben echt maar 5 minuten. Ja. En dan gaan we hem helemaal in 1 keer, hatseklats, zonder te stoppen. Doen. Yeah. In my room, I want to hear. Oké, moment van die moeder. Ze hebben alleen maar geluid. Ik moest van haar houden. Maar nu moet ik uitrusten. Ja. Oké, doe die tekst eens. Maar kijk ik dan nog wel verliefd naar haar? Nee, absoluut niet. Nee. Ja, waarom blijf je bij ons hangen? Het is oud. I wanna be a dog. Now I wanna be a dog. Now I wanna be a dog. Now I wanna be a dog. Ik verheug me heel erg om met Alize samen te werken natuurlijk. Dat ze ons gaan regisseren dus. Ik had niet verwacht dat het zo snel ging staan. Ja, ik denk het wel. Ik ben benieuwd wat Alize er allemaal mee gaat doen. Want eigenlijk heb je nu een soort van opzetje gekregen en zij krijgt het aangeboden. En dan gaat zij er weer verder mee werken. Dus dan wordt het misschien wel weer heel anders. Ik denk dat echt een goede voorstelling wordt neergezet. Kort, krachtig en goede mensen.